voor de mensen thuis. Kaylee, stel jezelf eens even voor. Ik ben Kaylee Leith en ik woon bijna 7 jaar in Nederland. Ik kom uit Pittsburgh, Pennsylvania. En ik maak pop country muziek. Hoe kom je hier zo terecht? Oh ja, door liefde. Mijn man is Nederlands, dus Nederlander. En hij wil terug naar Nederland komen. En ik had zoiets van, oké, waarom niet? Als ik het niet leuk vind, dan kunnen we altijd teruggaan. En, De liefde heeft je naar Nederland gebracht? De liefde, ja. Uit New York naar Raamsdonk. En dan zit je in Nederland. En wat zijn dan die indrukken van Nederland? Ja, zo. In het begin was het echt wennen. Maar het is een andere cultuur. Maar ik vind het echt leuk hier om te wonen. En hoe is dat zo gekomen dat je toen eigen muziek bent gaan maken? Ja, ik moest wachten voor mijn verblijfsvergunning. En alles duurde zo lang. En ja, ik had zoiets van, ik vervel me een beetje. Dus ik heb mijn gitaar gewoon gepakt. En daar was het echt beginnen. Beetje heimwee en zo in het begin, weet je wel. Alles is nieuw. En ik heb wel een nummer in het Nederlands gezongen op Radio 2 voor het Music Matters programma. Ik kan het niet alleen, bij de dijk. En ik was zo doodbang toen. Oh my god, ik moest het nummer spelen. En ik was die tekst een beetje kwijt, maar heel even. Dus je kan het niet merken. Het was echt op radio. En oh jee, en stel ik een fout maak, dan iedereen lacht me uit. En lalala. Maar ik heb het wel gedaan. En het was wel geslaagd. Dus en ik sta ook op YouTube. Elke morgen, elke avond of middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar ja, er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Ik kan het niet, ik kan het niet.